Oké, no depression. Zijn nog wat aankondigen, toch? Nee. No depression in heaven. For fear of hearts of men are failing, for these are later days we know. The Great Depression now is spreading, God's word declared it would be so. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble, my home's in heaven, I'm going there. Fear of hearts of men are failing, for these are later days we know. The Great Depression now is spreading, God's word declared it would be so. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble, my home's in heaven, I'm going there. In this dark hour of midnight nearing, the wind may blow on the road ahead. The storms may rock the weeping willow, the waters rise above our heads. I'm going where there's no depression, to a lovely land that's free from care. I'll leave this world trouble, my home's in heaven, I'm going there. In this bright land there'll be no sorrow, no children crying, no fear. Nobody scared about tomorrow. The night is long, but the road is clear. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble, my home's in heaven, I'm going there. Okay. Yes. Thank you. Juist, ja. Ik denk, waar blijft hij? Dit heet Cash on the Barrelhead. Okay. En het gaat over geld. Thank you.
got in a little trouble at the county seat. Lord, it put me in the jailhouse for loafing on the street. Judge heard the verdict, says you're a guilty man. So that's $45 for 30 days in camp. Said that'll be kiss on the barrelhead, son. You can make your choice, you're 21. No money down, no credit plan. Cause little bird tells me that you're a traveling man. Found a telephone number on a laundry sleeve. Had a good-hearted jailer with a six-gun hip. He let me call long distance. She said, number, please. No sooner than I told her, she shouted back at me. She said, that'll be cash on the barrelhead, son. This old great girl. Engine stops, the wheels won't roll. So give me cash on a barrelhead, I'll take you down the road. Days in the jailhouse, 4 days on the road. I was feeling mighty hungry, my feet a heavy load. I saw a greyhound coming, I stuck up my thumb. Just as I was being seated, the driver caught my arm. He said, that'll be cash on the barrelhead, son. This old grey dog. Engine stops, the wheels won't roll. So give me cash on the barrelhead, take you down the road. So give me cash on the barrelhead, take you down the road. Nou, nog een kerstliedje dan maar. Het is kerst, toch? Ja, ik heb gehoord dat... ik heb veel geleerd dit jaar. Namelijk dat de slijterij een essentiële winkel is. Daar gaat dit liedje ook over, eigenlijk. Don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Just last year, when I was only 7, now I'm almost 8, as you can see. You came home 11:15 and fell down underneath our Christmas tree. Please.
get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. I smiled and looked outside the window. She told me, son, you'd better go upstairs. Then you laughed and hollered, Merry Christmas. I turned around and I saw my mama's tears. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. No, I don't want to see my mama Yo. Ja, welkom terug. Excuses voor de technische storing, maar we zijn er weer met geluid als het goed is. Oewarda en ik die zaten al lekker een beetje mee te dansen hier op de tunes van de Long Gone Daddies. Dank jullie wel. Oewarda. Ja. Vertel, live en style. Ja. Dat is, ik ben eigenlijk benieuwd... Nou, corona heeft waarschijnlijk het werk helemaal veranderd. Mm-hmm. Maar kun je mij schetsen wat het daarvoor inhield? Nou, wie zijn wij? Ja. Nou, ik ben jaren geleden ooit begonnen met gezond koken voor weinig geld. Dat was toen de tijd dat ik mijn tweede kindje kreeg. En ik werd, nou ja, na de bevalling ben ik enorm aangekomen. Op een gegeven moment ben ik mezelf... een beetje gaan activeren in de buurt. Ik wilde weer wat gaan doen. Ik wilde naar buiten gaan. Vervolgens kwam ik hier in de Meevaart. Had ik een project, nou ja, een buurtinitiatief. Koken met vrouwen in de buurt. Maar dan echt laagdrempelig. Toch gezond kunnen eten. Ja, daarin ben ik toch een beetje gaan groeien. De buurtbewoners hebben mij daarin leren kennen. Men wilde vaak meedoen. Daar ben ik een vereniging gaan starten. En ik doe daar diverse activiteiten, trainingen, workshops... En wij zijn nu zo hard gegroeid dat ik best wel een bekende in de buurt ben. Ja. En toch wel diverse dingen biedt voor vrouwen met een migrantenachtergrond. Maar ook meiden, jongeren. Waar wij dus echt rekening mee houden is wat is er heel belangrijk in de buurt. En dan proberen wij dus door middel van een training, een workshop, een voorlichting te bieden en te geven. En toen kwam corona. Waren we even gestopt. Wij doen heel veel, zijn heel breed, dus alles... Maar even, hè? Even zeg maar, corona gaan we zo naartoe, maar je zegt van, ik was na mijn zwangerschap aangekomen. Ja. Is het vanuit daar een soort drive geweest van, hoe kan ik nou toch lekker en gezond koken voor mezelf? En dus ook dat aan anderen, soort educatie? Ja, nou weet je, ik ben afgevallen door middel echt door van anders... Gezond. Ja, door anders te gaan eten. Minder koolhydraten, bijna helemaal geen koolhydraten. En binnen 2 maanden ben ik echt heel veel kilo's afgevallen. En ik dacht, dit moet ik gewoon laten zien. Dit, als het mij lukt, dan... Dus ik wilde dit eigenlijk een beetje vertegenwoordigen naar de buurt, naar anderen. Ja. En ook mezelf een beetje ook... ik wilde ook uit huis.
Ik had een zoontje en ik was, ja, ik wilde gewoon weer wat doen. Ik wilde weer naar buiten. Ik wilde, en dat was dus ja, eigenlijk middel een punt. Dus, zodat ik, ja, ik ging naar buiten en ik vond dit leuk. Ik ontmoette heel veel buurtbewoners. Ik vond het ook, ja, ik voelde wel echt dat het mijn ding was. Ja. Dus mensen echt adviseren en begeleiden. Maar tegelijkertijd ook trekken, werven. Een of andere manier lukt het me om best wel een hele grote doelgroep te bereiken. Maar merkte je ook dat je zelf, of dat er andere vrouwen zeg maar hetzelfde hadden? Van ik hou van lekker eten, ja, maar ik wil ook me fit en actief, ja, voelen. Ja. Hoe kun je dan die twee combineren? Dus het was eigenlijk, nee, dat zeg, ja, ik nu van, dat ja, merkte je, dat hadden andere vrouwen ook, ja, zeg maar. Ja. En heb jij daarvoor zeg maar zelf eerst is eventjes research gedaan van hoe kan ik nou gezond en lekker en toch eten en toch slank blijven? En nou, wij hebben fit, wel diverse cursussen gehad in Amsterdam-Oost. Dat zelf heeft wel heel veel cursussen aangeboden door, nou ja, in mijn eerste training cursus was van Dream Support, dat is op gezonde toer. Vervolgens deden we ook mee met gezond koken, gezond kopen. Wij zijn daar wel, we hebben wel veel cursussen gekregen. Door echt middel te weten van, ja, wat is gezond en waar kom je van aan en waarom is suiker, ja, zo slecht voor je. Ja. En dit hebben we natuurlijk ook mee doorgegeven aan deelnemers om ook zelf zo'n cursus te volgen. Zodat je daar ook echt bewust van bent, ja, ja, waarom is suiker eigenlijk slecht voor, precies, je. Ja. Dus dat was het begin, ja. Zeg maar zo, ja, is het ongeveer gegaan, ja, tot aan januari 2020. Ja. En toen veranderde de wereld. Hoe veranderde Life & Style en jouw dus dagelijkse bezigheid? Ja, nou ja, wij hebben best wel veel diverse andere soort trainingen gegeven in plaats van alleen gezond koken, hoor. We hebben ook bijvoorbeeld remigratiewetvoorlichtingen gegeven. We hebben EHBO-cursus geboden althans reanimatiecursus aan deelnemers. Omdat ik dat moment vond dat iedereen wel zo'n cursus moet gaan krijgen. Want ja, je kan toch best levens ermee redden. Het is wel heel breed wat wij doen. In 2020 was het in één keer, ja, klaar voor ons. Maar ik ben echt twee maanden thuis gebleven. Vervolgens zag ik dat er, ja, mensen in nood zaten en ja, geen eten hadden. En toen werd er ook vanuit het Stadsdeel aangeboden om toch een klein bedragje deze mensen te voorzien voor maaltijden. En ik ben daar zeer zeker voorstander van om anderen te helpen als ik daar de benodigde en de kracht, power voor heb om ja, dat soort doelgroep toch iets te kunnen bieden. En dat hebben wij toen best een hele lange tijd gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, wij zijn best wel geschrokken hoeveel deelnemers en welke doelgroepen ook bij ons voor de deur. Maar moet ik het zo zien, jij en je team koken en geven het eten aan mensen, ja, onder de armoedegrens? Of doe je ook nog steeds die cursussen en gaan die mensen samen met jou koken? Of is het echt brengen? Het is alle drie. Wij, okay, geven nog steeds cursussen. Ik kook niet. Ik heb echt best veel vrijwilligers die koken. Ja. Wij koken één keer in de week thuis en één keer in de Meevaart. Helaas hebben wij geen plek in Oost om daar te koken. Dus wij zijn genoodzaakt echt om thuis te gaan koken. Ik vind best wel een minpunt hier in Amsterdam-Oost dat een stichting, een vereniging iets voor een ander doet en toch vanuit huis, ja, moet gaan koken. Kijk, wij, ja, zijn bekend een of andere manier. We hebben een naam gekregen. We krijgen heel veel deelnemers ook buiten Oost. Ja, ja, ja. Zoals gisteren, die komt de meneer, ja, moskee Zuid. En voorheen waren er moskeeën, kerken open waarvan toch minder bedeelden daar kwamen en hun benodigden daar toch konden halen. Nu is alles dicht. Ja. En degene die, dus de beheerder van de moskeeën en kerken, die zitten ook met die mensen en die denken, ja, weet je, kijk, ze hebben gehoord van mij. Hij kwam gisteren, nee, vorige week. En hij zegt, kan ik alsjeblieft maaltijden ophalen? 20 maaltijden. Want er is een doelgroep, ja, ongedocumenteerd of maar geen als je huis ineens, ja, dat krijgt, hoe doe je dat in godesnaam? Ga je dan meteen alles en iedereen bellen, helpen, ja, hoppa. Ja. Het klinkt ook allemaal haast zo makkelijk, maar ik denk als ik het hoor van, ja, oh, 6 jaar hoe getraind, doe je het? 18 vrijwilligers, hele jaren bij ons, altijd loyaal. We komen 4, 5 keer in de week geweldig samen. Geweldig. Ja,
Ja, het is, nou, echt, het is echt geweldig. Het is een WhatsApp-groep met de werk en hoppen, het wordt en geregeld. En hoppa, dus ja. Er is, komt nog 20 man bij, oké, we regelen. Ja. Dus jij staat eigenlijk, en dan gaan we afronden, want het blijft gewoon allemaal veel te interessant hier. Ja. Dus jij staat eigenlijk, ben ik helemaal meteen mijn vraag kwijt, nee, ik weet het alweer. Dus jij bent eigenlijk, zeg maar, nu nog steeds, en dat is, gaat denk ik waarschijnlijk ook met de kerst ook zo door, bezig nog hiermee. Ja. En waarschijnlijk in het nieuwe jaar ook. Ja, ja, we zoeken wel donaties. Ik hoop echt dat mensen, organisaties heel graag willen doneren, want wij wilden heel graag kerstpakketten geven aan hen. Kijk, ik bezorg ook persoonlijk aan ouderen die niet mobiel zijn. En het zou geweldig zijn als wij toch wel iets mee kunnen geven. Ja. Dus dat is wel wat... Oké. En waar kunnen mensen doneren? Nou ja, bij mij, Fonk. Fonk is wel open voor ons. Die kunnen daar naartoe komen en ze kunnen mij contacteren. En heb jij een website? We hebben een Facebookpagina. Ik kan een WhatsApp-nummer geven. Een e-mail. Civic. Je hoeft maar Warda te noemen en... Min weet mij wel te bereiken. Ja, maar we hebben natuurlijk nu ook worldwide viewers tonight. Oh. So, dus we gaan ook even de Facebookpagina noemen. Ja. WhatsApp, mijn e-mailadres. Facebook is Life and Style. Ja. Hè? En daar vind je dan, voor onze niet-Amsterdam-Oost-kijkers, daar kun je Warda vinden. Om haar eventueel ook te steunen tijdens de kerst en volgend jaar. Niet haar, maar de mensen waar ze alles voor doet. Dankjewel. Ja. En ga zo door. Ja, dankjewel. Yes. Oké. Yes. Pit Hermans. Ik moet hier even een klein verhaaltje bij vertellen. Pit is echt last minute ingevlogen. Want ook wij hadden te maken uiteraard met corona en er één band heeft afgezegd. En Pit was zo te gek om op het laatst nog te komen, dankjewel. Jij, heb ik gehoord, zit in Westerpark, woont in Westerparkbuurt. Maar wij, BTV, kent jou eigenlijk door Jampot. Klopt dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe ik hier ben beland. Volgens mij via Lennart Ras, de dichter. Het is even lastig, want er is door de improvisatie eventjes geen microfoon, maar we doen het gewoon even zo. Jij speelt wereldmuziek en de vorige keer hebben wij elkaar ook ontmoet en toen had jij een compagnon bij je. Vanavond ga je het alleen doen. En ik heb ook begrepen dat je kerstliederen gaat spelen voor ons, toch? Klopt. Oké, nou, we gaan luisteren. Pit Hermans. Thank you.
Dankjewel. Graag gedaan. Hebben jullie ze ook gezien? De lichtjes in de Javastraat op de balkons. IBTV maakte een kleine reportage en daar gaan we nu eventjes naar kijken. Als je de afgelopen dagen door de Javastraat hebt gelopen, dan is het je vast opgevallen. Er hangt hier overal kerstverlichting. Niet aan de bomen of aan palen, maar aan de balkonnen van de mensen. Wat is het verhaal van deze kerstlichtjes? Heb je daar lichtjes gezien op de Javastraat? Zeker, ze staan eigenlijk elk jaar volgens mij. Ja. En is er iets opgevallen aan de lichtjes bij jou? Ja. Sowieso dat we weer heel veel balkonnetjes hebben. Eén jaar hebben we natuurlijk vlaggen erbij gehangen. Ja. En ken je het verhaal achter deze lampjes? De lampjes niet. Nee. Nee. Waarom zijn nou lampjes hier dan? Naast mij is Tim Doornewaard, straatmanager van onder andere de Javastraat. Tim, welkom. Jij bent de man achter deze lampjes, hè? Ja, onder andere. Kun je kort vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, het is vorig jaar ontstaan in 2019. Want toen mochten we geen kerstverlichting meer in de bomen ophangen van de gemeente. Want dat zou slecht zijn voor de bomen. En toen stond ik met de voorzitter van de ondernemersvereniging op straat. En we zagen op een zo'n balkonnetje zagen we lampjes branden. En toen zei hij van ja, het zou leuk zijn als alle bewoners meedoen op het balkon. Nou, en toen zei ik van ja, geen gek idee. Dus toen zijn we zo begonnen. Toen ging er een lichtje branden bij jullie? Ja, ja. En toen zijn jullie begonnen met het uitdelen van lampjes, gratis? Ja, toen ben ik gaan flyeren. Dus ik heb overal een flyer in de bus gedaan van goh, willen jullie meehelpen om de Javastraat leuk te verlichten? Ja, niet wetende dat dat helemaal zou aanslaan. Ja, en ik had echt in een paar dagen een paar honderd aanmeldingen. Dus ja. Dat ging hartstikke goed. En jij gaat nu dus met je karretje langs de deuren met kerstverlichting. Ja. Deel je gratis uit. Ja. Wat zijn dat voor mensen die de lampjes van je aannemen en ophangen? Ja. Ja, heel verschillend, hè, van jong tot oud. Maar wat me wel opvalt is dat het leuke stuk dat je door die actie achter de voordeur komt bij mensen. En ik zie wel steeds meer jonge mensen hier wonen. En ik heb ook het idee, omdat het allemaal koopappartementen zijn en ook best wel prijzig, dat het toch wel een soort andere samenstelling is geworden. Weet je waar ze vandaan komen? Ook van de winkel. Ik weet ik niet, nee. Ik zie ook lampjes hangen hier, niet op de Javastraat, maar de Sumatrastraat. Mag iedereen een lampje bij je komen halen? Helaas niet, want daar hebben we niet genoeg budget voor. Maar ik vind het wel leuk dat ze dat doen. Dus dat gebeurt allemaal op eigen initiatief. En ga vooral zo door. Ja, want het hangt nu steeds meer, het verspreidt zich over de buurt. Ja, het werkt aanstekelijk blijkbaar. Ja. En ik vind het alleen maar hartstikke leuk. En die lampjes kosten nog geen 10 euro bij een winkel. Dus ja doe mee. En even heel iets anders. Tim, jij bent straatmanager. Hoe is de kerst hier op de straat, ondanks corona? Ja, het is best wel dubbel. Hè? Het is natuurlijk een hele andere kerst dan normaal. En heel veel winkels moeten helaas sluiten vanwege de lockdown. En ja, door de crisis hebben bijna alle ondernemers het wel zwaar. Dus ja, dat is toch anders dan andere jaren. En dit is eigenlijk de tijd dat ondernemers ook wel wat extra omzet verwachten te maken. En dat kan dan dit jaar helaas niet. Nee. Maar met jouw lampjes hopelijk iets meer hoop in deze donkere tijden. Nou, het is wel zo, de ondernemers die voelen zich ook gesteund. Hè? Dus hoe meer lichtjes er branden, hoe gesteunder zij zich voelen door de bewoners ook. Ja, maar goed, dankjewel Tim. Onze zogeliefde Javastraat. Dank aan Selman Aikiki, onze reporter. En Tim Doornewaard, de straatmanager. En jullie ook wel bekend van de Meevaart. Lieve allemaal, ik hoop dat de gloewijn nog steeds smaakt.
de kerstkransjes ook. Wij zijn alweer bijna aan het einde van deze avond gekomen. De grote IBTV, toch een klein beetje kerstshow. Voordat ik doorga naar de volgende act, wil ik u allemaal bedanken voor de afgelopen maanden. Degene die hier te gast zijn geweest bij IBTV. Jullie weten wie je bent. En verder wil ik ook de crew bedanken. En eens even denken. Nee, dat is het wel voor nu. Iedereen wens ik een heel fijn kerstfeest. Een mooi jaar 2021. Een veel mooier 2021. Wij sluiten af met de Jempels Huisband. Ja, toch, Peter? Ja, dat is erbij. Ja, hallo. Ik sta tussen Lef. Hallo allemaal. Hallo. Wij gaan voor u thuis nog een klein kerstfeestje bouwen. Petra. Ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Is dat echt via Jempot gekomen? Of vertel. Moet ik het hierin zeggen? Ja. Oké. Okay. Ja. In mijn optiek is Jan-Willem een beetje de aanstuurder vanuit de ASCO, groot overkoepelend orgaan van basisscholen. Heb jij een beetje muzikanten bij elkaar gezocht? Ik ben heel brutaal geweest om te zeggen, nou, ik vind het ook leuk om mee te doen. En vanavond hebben we een beetje een gelegenheidsband geformeerd, omdat een aantal mensen niet mee konden doen, jammer genoeg. Maar weer een paar die erin hebben gesprongen. Dus dat is heel fijn. Dat leuk. Het is tot op het laatste moment spannend of we daadwerkelijk spelen. En we spelen. Ja, het is ongelooflijk. Ja, nee, het is ongelooflijk. Ik hoop dat je er ook heel erg van gaat genieten. Gaan we best het is een unicum in 2020, om om te kunnen spelen. Ja. Wat gaan jullie spelen? Nou, we beginnen op verzoek van Robin met... All I want for Christmas is you. Mariah, ja, geweldig. Ja, ja. Ja. Ja, met een knipoog. Met een knipoog, oké. En vervolgens? Dan doen we, hoe heet ik weer? Disco Inferno. Ja. En we eindigen met I Got The Music. Nou, dat klinkt helemaal geweldig. Nogmaals, bedankt voor het kijken. IBTV is er deze kerst... En oud en nieuw in de komende week. Iedere avond met uitzendingen. Wij zijn er volgende maand weer met live uitzendingen. Fijn oud jaar iedereen. Lef, succes. Veel plezier vooral. Bye. Up on the
Disco Inferno. Thank you.
music in me. I got the music in me. Televisie. Nieuws, talkshow, popconcerten. Wij willen graag kunst en cultuur brengen. Met name door muzikanten, artiesten, beeldend kunstenaars uit de wijk te laten zien. Comedy. Mag ik een jel horen? Ja! Vliegangst. Hij zei dat het zonder mij niet gaat. Bewoners aan het woord. Heel geweldig. En wat is er toch te doen in de Indische buurt? Je ziet het allemaal op IBTV. De hele week op Facebook, YouTube en Instagram.